Goedemorgen, lieve mensen. Allereerst wil ik jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen. En dat al jullie dromen uit mogen komen. En ja, het regent opeens. Wat ik niet had verwacht. Mie. Let's go to Coffee Company. En scriptie live. Ik ben weer thuis en ik weet niet of jullie het al kunnen raden, maar boodschappen! Oh, focus. Ja, thank you. Hallo. Ja. Ja. Ik heb mezelf een soort van challenge opgelegd deze maand om het nieuwe jaar goed te beginnen. En dat is om per week 20 euro aan boodschappen, enkel 20 euro aan boodschappen uit te geven. Want ik merk gewoon als ik naar mijn bankrekening kijk dat eigenlijk waar ik het meeste geld aan uitgeef is eten en drinken. Dus dat wil ik gaan verminderen. Dus ik heb 20 euro cash voor deze week qua boodschappen. En ja, het is al bijna doorheen. Maar ik heb echt nog heel veel, dus I'm happy. Ik denk dat ik deze week geen boodschappen meer hoef te doen, dus dat is mooi. Allereerst heb ik rijstwafels. Ik ben trouwens naar twee winkels geweest, naar Albert Heijn, omdat daar heel veel bonussen waren. Echt dingen 1+1 gratis, dat was echt heel nice. En ik ben naar Gimsel geweest, dat is een biologische supermarkt. Als ik al zei, 1+1 gratis komkommer. Ik heb echt al heel lang geen tonijn gegeten en ik dacht, dit is echt super lekker in salade. En deze was ook 1+1, dus deze heb ik ook genomen. Kipfilet. Dit zijn gezeefde tomaten, super lekker. Mijn all-purpose spray, die echt zo goed schoonmaakt en het ruikt zo lekker. Dus ik was deze bijna vergeten, maar ik heb een paprika. Al deze boodschappen waren 18 euro in totaal. Dus ik heb nog 2 euro tot en met zondag voor boodschappen. Maar ik denk dat ik het niet ga gebruiken. Dus dat kan ik dan weer voor de volgende week meenemen. Bedankt Romane, alsjeblieft. Ik heb net geïnvesteerd in deze softboxen set. Want dan kan ik ook gewoon video's 's avonds opnemen. Omdat ik gewoon heel druk ben overdag. En dat het niet altijd lukt. En er zitten dus 2 softboxen bij. Statief en de lampen. En het was 130 euro. Maar ik had nog een cadeaukaart. Dus dat was 89. Dus quite een investering. Maar it's worth it. Oké, jongens, ik ben pasta bolognese aan het maken. Ik doe dat met ui, courgette, tomaat. Ik heb hier runnen gehakt. Ik heb ook nog zondag tomaten. En dan met die gezeefde tomaten. Look at this. Het is tijd om af te wassen. En als je me kent, dan weet je dat ik een scheidhekel, echt een scheidhekel, heb aan afwassen. Echt, ik vind het echt heerlijk om schoon te maken. En ik vind niks erg behalve de afwas. Oh my god, maar ik heb niet zoveel. Dus, I'm happy. Oh, en als je denkt van nou heb je alles gewoon aan. Ik vind het gewoon vies. Dus ja, you know, let's go. In mijn volgende appartement wil ik, moet ik, een vaatwasser hebben. Oké, dit is de situation. Ik ben mijn tas aan het inpakken en er zit een hele grote jas in. Want ik wil die morgen aan, maar hij past nu niet bij mijn outfit. Ja, ik ben zo. En hier zijn mijn schoenen, die moeten ook hier nog in. En verder zitten allemaal spullen in, want ik ga vanavond bij hem meeslapen en we gaan morgen filmen. Dus vandaar deze grote bag. En ik moet mijn camera niet vergeten erin te doen. Oké, ik wil jullie wat vertellen wat me laatst is overkomen. En zoals jullie weten heb ik geen auto, dus ik neem altijd het OV. En ik was gewoon rustig bij de bus aan het wachten. En op een gegeven moment, ik zat gewoon in mijn muziek, like always. Dus ik ben gewoon op mijn dode gemakje muziek aan het luisteren. Ik ben een beetje rond aan het kijken. En op een gegeven moment zie ik een auto weer in zijn achteruit gaan. Dus ik denk, oké, weird. En ik zie het raampje zo. Ik denk, nou, hij wil gewoon de weg vragen of zo. I don't know. En op een gegeven moment kijkt hij me aan en zegt hij, hey, je bent echt mooi. En wil je een lift?
wat? Dus ik zeg van, nee bedankt, ik wacht op de bus. Ik kijk weer verder op mijn mobiel en ik doe mijn oortjes weer in, want ik dacht, ja, die guy gaat sowieso weer weg. En die guy blijft gewoon staan. Dus ik probeer hem, ik zie de auto natuurlijk gewoon in mijn ooghoek, zeg maar, staan. Dus ik probeer gewoon steeds mijn mobiel te kijken en me gewoon te negeren. En ik hoor hem gewoon de hele tijd praten van, ja, je mist wat en wil je echt geen lift? En je bent echt mooi, maar je mist wat hoor. En je bent echt mooi. Ja, mag ik je nummer? Want misschien wil je later nog een lift. En je bent echt mooi en misschien kunnen we wat gaan drinken samen. En ik dacht echt. Dus ik negeer en ik zeg nog één keer nee bedankt. In de hoop dat hij gewoon weggaat. Maar ik voelde me, op een gegeven moment duurde het zeg maar best wel lang. En ik dacht, oh my god, wanneer komt die bus, wanneer komt die bus? Waar ik woon in Rotterdam-Zuid is het helemaal niet zo heel erg druk, zeg maar, waar ik woon. Dus ik voelde me best wel, zeg maar, ongemakkelijk. Ik zag de minuten, zeg maar, voorbij gaan. En ik probeerde gewoon echt te negeren. En hij bleef maar staan. En op een gegeven moment dacht ik echt, oh my god. Wat is dit nou? Op een gegeven moment kwam de bus en hij reed weg. En ik dacht echt, yes. Op dat moment dacht ik nog van, zal ik iemand bellen? Weet je wel, of zal ik gewoon... Ik voelde me gewoon echt niet op mijn gemak. En dit gebeurt eigenlijk best wel vaak. En ik hoor ook van vriendinnen dat ze echt heel vaak nageroepen worden op straat. En ook mij gebeurt het heel erg vaak. En het is gewoon super irritant. En het kan ook wel angstig zijn. Maar gemeente Rotterdam heeft vorig jaar de Stop-app gelanceerd. En als je het niet hebt meegekregen, de Stop-app is een app waar je anoniem een melding kan maken als er seksuele straatintimidatie plaatsvindt. En ik vind het zo goed. Ik ben sowieso blij dat ik met gemeente Rotterdam mag samenwerken om de Stop-app te promoten. Want ik vind het echt top dat vrouwen dus een melding kunnen maken in één klik waar ze zijn, wat er is gebeurd. En de gemeente krijgt deze meldingen dus en kunnen zo de daders lokaliseren. Want misschien is het ook goed te weten, ook voor de jongens die misschien geen idee hebben, die gewoon om een nummer vragen en niet weten, dat het gewoon best wel irritant is en ook soms beangstigend kan zijn. En seksuele straatintimidatie is strafbaar. Dus vandaar dat ik het heel erg goed vind dat de Stop-app een handelingsperspectief biedt, dat er op zijn minst een melding kan worden gemaakt. En dat je toch een beetje veilig voelt. Wacht, ik ga hem even laten zien. Dit is de Stop-app. En als je erop klikt, dan krijg je een hele introductie wat de Stop-app precies inhoudt. En wat deze campagne inhoudt. Stel je voor, je wordt echt heel erg lastiggevallen. Dat je echt bang wordt. Dan is hier een bel 112 knop. Dit gaat natuurlijk over seksuele straatintimidatie. Dat is alleen verbaal. Stel je voor, het wordt echt fysiek. Of je wordt echt bang. Dan kan je hier dus bel 112 klikken. Nou, als je dus hier klikt, dan kan je dus een melding maken direct op dat moment. En ik vind dat gewoon een heel veilig gevoel. En ik vind het ook fijn, want bepaalde buurten of straten ontwijk ik soms. Omdat ik weet dat daar bijvoorbeeld een groepje hangjongeren zijn die altijd dingen roepen. En op die manier kan de gemeente ook weten waar die mensen precies zitten. En ik vind het echt wel een hele goede stap tegen seksuele straatintimidatie. Deze campagne is voor nu alleen nog in Rotterdam. Dus woon je in Rotterdam of ben je vaak in Rotterdam? Download dan de Stop-app. Het linkje zal ik hieronder in de beschrijving zetten. En als je meer informatie wilt, dan verwijs ik je ook nog door naar deze website. Dat is www.stoppikpraat.nl. Ik ben echt zo blij dat er eindelijk iets is. En dat we hier met z'n allen wat tegen kunnen doen. Oké, dat wilde ik even zeggen. En ik zie dat het nu 11:30 is en ik moet opschieten. Ik heb echt veel te veel bij. Kut. Oké, ik zoek ME. En ik weet niet waar ze is. So I'm searching. Ik zie haar. Hi! Kijk uit, dit is. Oké, wacht. Je bent heel ingevangen. Ja. Look at her. Kijk. Maar het is ook koud hoor. Ja, het is echt heel koud. Oké. Okay. Mooie jas. Thank you, hij is drifted hè. Ik had hem op de maar, is hij echt? Nee, oh, nee. Oh my god, ik heb echt gemist om weer achter mijn scooter te zitten. Dat is echt lang geleden toch? Ja, dat is echt lang. Look at her. Het is jouw camera. Ja. Wat leuk. Dus, nou. Wat doe je? Kijk, ah, hier. Laat je af te snijden. Je over uur nog. Bye. Maal en nippel. Het zijn nippel. Doe nog maar een nippel. Ik hoop niet dat hij nu weggaat op de telefoon. Het zo raar. Dit is een remix. Oh. Ik bedoel niet waarom. Ik bedoel, oh, dat wist ik niet. Ik bedoel, dat ik weer.
Jongens, het is dicht. Bye. Het is gewoon echt verschrikkelijk. Kutzooi, nu moeten we wat anders vinden. Nou, zitten zo. Jou is al op. Jongens, we zijn nu hier. Zo lekker. Echt, bestel hier een keer of ga hierheen. Het is echt dit al. Oh. Oh. How are you? How are you? Tante Ro. Ja, hey, Tante Ro. Hebben jullie ooit de video gezien waarbij... Skes. Onze dag heeft bepaald. Oh, jullie lijken echt op elkaar. Oh. We lijken op elkaar? Ja, je bent cute samen. Ja, dat wel. Ja. So that was definitely like a big thing for me. Hope his son watched my video. My dad. Goedemorgen, lieve mensen. Zoals jullie zien ben ik niet in mijn eigen huis, maar ik ben met mee. Yay! We zijn ons nu aan het klaarmaken. Mijn make-up staat hier nog. En we gaan zo meteen iets heel erg leuks filmen waar ik nog niks over kan vertellen. Maar we gaan echt heel leuks filmen. En ik weet zeker dat jullie het ook heel leuk vinden. Het komt eind januari online. Dus jullie moeten even wachten, maar dan komt echt iets heel tofs online. Even workings. Oh, Jan is helemaal rood. Ja, ik heb het ook echt koud. Jongens, dit is voor de vierde keer nu bij de company. En we zijn bijna klaar met de video. En wij gaan nu naar de kruisbad. Want we willen het luipaarden dekbed. Ja, laten we even naar de kruisbad. Ik ga even. Opzoeken. Gewoon hier in de buurt. Op de route, ja. Maar op de route naar Zico. En ik heb vandaag zoiets leuks gefilmd en heb zo excited. Ik heb echt zo zin om te editen. En oh god, oh ja, ik wil het laten zien. Em heeft dit gekocht bij de Kino Shop, toch? Ja. En dit stoffie was letterlijk 13 euro op de weegschaal. 14. Ja, want het gaat zien. Ja. Het is wel een grote top. Maar en mee wilt er wat mee gaan doen. Ja, dat komt hij helemaal. Juist. En die was 13 euro. En ze ging gewoon een vrouw gaan van ja, sorry, maar. Maar kijk, luister, het is ook niet 13 euro waard. Dus het is niet dat ik zo maar naar toe ben gegaan. Nee, ja, nee, het is echt zo'n dun. Het klopt iets niet. Nee. Dus ja, mag ik voor 5 weg. Oké. Eerst is het 8. Ja, ja, ze zijn 8. Toen zei ik niet zo goed. Toen zei ze, nou, weet je wat, ja. Ik heb deze jas getrift ongeveer 1,5 jaar geleden. En ik heb hem nooit aangehad omdat ik hem best wel extra vond. Maar nu vind ik hem echt zo mooi. Alleen de mouw is een beetje lang. Maar ik vind hem echt heel mooi. Ik had hem echt voor 15 euro in Rotterdam gehaald. Dus vandaar. Ik weet niet waar ik zin in heb qua eten. Ik heb het totaal. Opeens doe je nu zo. Opeens doe je. Club. Wat de vira, boeken, een hotel. Zo snel. Die chick die ik bij heb, die mag ik ook. Of jij. Laat maar, oké. Our food has arrived. Tada. We hebben pasta. Jij hebt veggie. Ik heb veggie. Oeh. En ik heb bolli. En CK. Spaddix. Yummy. Nou. Is smakelijk, hè? Smakelijk. Bedankt voor jouw kaas. Hey, extra, speciaal voor jou. Zo goed, man. Dit is zo sad, dit. Kom erbij. Ben je niet op de bank? Zeg hij tegen de vlog. En ik ga zo meteen naar Coffee Company, want ik ga mijn scriptie werken. Yup, the fun part is over en nu lekker scriptie. Ik heb er niet zoveel zin in, maar ja, het moet. Dus ik heb niet echt de keus. En ik heb even weer na heel lang tijd een beanie op. Ik weet alleen nog niet welke jas ik hierop aan ga doen. Ik dacht misschien mijn teddycoat of mijn bomber. Ik moet even nadenken. En ik ga dus naar de Coffee Company. In deze vlog vertelde ik jullie over de seksuele straatintimidatie. En ik heb dus gehoord dat de eerste boete is uitgedeeld. En dat is toch wel heel erg nice om te horen. Dus ja. Wanneer ik weet dat ik een hele dag aan mijn scriptie ga werken, heb ik echt zo geen zin om hakken aan te doen of iets. Dus lekker deze outfit. Deze broek is van de Bershka. Hij lijkt een beetje op een legging, maar nu, het is geen legging hoor. Het is echt een broek. En dan heb ik gewoon mijn Nike Techno's aan.
Deze trui is trouwens ook van de Bershka. En ik vind het leuk, want hij heeft zo'n kol. Deze is vintage en deze is van Huff.